Dames en heren, het is me groot genoegen om jullie te mogen uitnodigen voor de tweede Naftaniel-lezing van het Joods Humanitair Fonds. Tijdens de onderhandelingen over Joodse oorlogen in het begin van deze eeuw besloten de overheid en Joodse gemeenschap een deel van de gelden beschikbaar te maken voor Joodse gemeenschap. Het Joods Humanitair Fonds is een vermogensfonds, een filantropische instelling. En één keer in de twee jaar hebben we een lezing om ook de mensen in Nederland te informeren over het werk wat te doen. En we noemen het de Naftaniel-lezing, daar is onze eerste voorzitter. En zo leren ook andere mensen wat we doen voor Joodse gemeenschappen in Midden- en Oost-Europa. En kunnen we een interessant onderwerp met een interessante spreker aansnijden, dus dat is waarom we het doen. Ik ben hier uitgenodigd om de Ronnie Naftaniel-lezing te houden. Ik vond het een enorme eer, ook een grote verantwoordelijkheid. En het was natuurlijk ook heel bijzonder om hier wat te mogen zeggen, juist over het belang van filantropie, maar vooral ook over het belang, het grote belang voor de samenleving van medemenselijkheid en op een normale manier met elkaar omgaan. Een nieuwe minister die altijd over financiële dingen hoort praten, dan is het ook wel heel interessant om te kijken of wat is de mens achter. Ja, en dat heeft hij vanavond echt laten zien. Dus dat schept ook wel tevredenheid, ook wel een beetje trots. Ik vind het altijd een beetje dubbel dat er een lezing naar mij is genoemd. Dat gebeurt niet zoveel bij levende personen. En dan als het op deze manier ingevuld wordt, ja, dan is dat heel erg mooi. En dat geldt in zekere zin ook voor mijzelf. Zoals het verleden ons altijd beïnvloedt, heeft ook het oorlogsverleden van mijn familie mij beïnvloed. Niet als trauma, maar mag je vermoedelijk wel zeggen als inspiratiebron en misschien ook wel een beetje als opdracht. Ik vond het een geweldige avond. De speech van de minister was heel persoonlijk. Je kon echt zien dat hij heel veel gevoel had bij de Joodse gemeenschap en bij ons fonds. Dus ik had me geen mooiere avond kunnen wensen. Het persoonlijke verhaal van de minister, maar ook het overstijgende verhaal wat hij aan de hele menselijkheid bijzet. Dat mensen inspireert en ook weer inspireert om keuzes te maken in hun eigen leven. Prachtige speech van de minister. Ook heel bijzonder dat hij zo persoonlijk werd en over zijn grootouders vertelde. En ook hoe je in de maatschappij bezig kan zijn voor je medemens. Hij is inderdaad iemand die ontzettend veel heeft gedaan voor de Joodse gemeenschap. En ik heb het net in mijn speech ook gezegd. Ook iemand die ik als kind gewoon via de televisie heb leren kennen. En ik herinner me daarvan zijn niet aflatende inzet voor de Joodse gemeenschap. En natuurlijk ook juist vanwege al het verschrikkelijks wat er in het verleden gebeurd is. En daarom vond ik het ook een enorme eer om ook juist de lezing te kunnen uitspreken die naar hem vernoemd is.